dus om de hoek komt. Dat gaan we u nog eventjes laten zien. Heb jij een goede intercom? Geef maar even door dat er 14 liggen. Ja, ik kan niet praten. Ik heb geen... Ja, dit is dus zoals het gebeurde. De bus draait de hoek om. En op dat moment komt deze auto, u ziet het vanuit de menigte. Hij heeft al behoorlijke schade. Dus hij is al ergens tegenaan gegaan. En rijdt gewoon recht op de naald af. En vlak daarna zien we dus allemaal mensen op de grond liggen. En waarom het gebeurd is, wat er precies gebeurd is, daarover gaan we niet speculeren. We kunnen u alleen laten zien wat er gebeurde zoals wij het met onze camera's geregistreerd hebben. En nog steeds zijn politieagenten bij die auto, waar dus die bestuurder achter zit van die auto, die tegen die naald is gereden en die dus door die menigte is gereden. Zoals Menno net zei, het hoofd van die persoon, van die man, die wordt, dat wordt gestabiliseerd. Ja, verstand. Er komen nu ook brandweermensen, die zijn er natuurlijk vooral voor om zo iemand uit de wagen te krijgen. Dat is hun specialiteit. Want dat moet heel voorzichtig gebeuren. En alles is in rep en roer natuurlijk. Zoals gezegd, hoe het met het programma straks precies gaat verlopen, dat weten we op dit moment ook niet, welke beslissingen er genomen gaan worden. Op zich is het defilé bedoeld voor echt op het Lo. Daar heb je een voorplein, dat heet de Basse-Cour. Daar binnen het hek zouden vertegenwoordigers van alle dorpen rond de gemeente Apeldoorn, allemaal dorpen rond Apeldoorn komen. En die op dat plein zouden ze dus langs de koninklijke familie defileren. En inmiddels komen de berichten binnen dat er 14 mensen gewond zijn geraakt. En dat er 3 mensen daarvan gereanimeerd worden op dit moment, dan wel gereanimeerd zijn. Maar of dat defilé dus straks doorgaat, daarover kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Op die kant op. Op dit moment is de koninklijke familie dus in Paleis Het Lo. De familie zoals u gezien heeft, dus koningin Beatrix, prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven met al hun kinderen en aangetrouwden. Grote vraag was vandaag, komen de kleinkinderen op dat bordes? Ja, de grote vraag wordt nu, komt de koninklijke familie op dat bordes? In het paleis konden ze in ieder geval eventjes bijkomen. Wat ik zei, even wat drinken, even wat eten. Maar er is dan ook de bijeenkomst met de organisatoren van de hele dag hier in Apeldoorn. Mensen die hier maanden aan hebben gewerkt en voor wie dit natuurlijk ook verschrikkelijk is. Maar laten we duidelijk zijn, het is natuurlijk het ergst voor de mensen die gewond zijn geraakt. We horen inmiddels ook heel veel helikopters overkomen. Ja, jij gaat wel van de
14 gewonden dus zijn hierbij gevallen. Dit is een van die helikopters, een politiehelikopter. Die zullen ongetwijfeld vanuit de lucht in de gaten houden wat er misschien nog meer te verwachten zou kunnen zijn. In ieder geval houden ze de omgeving in de gaten, dat deden ze natuurlijk al. Maar ze vliegen nu echt hier vlak boven het land. 14 gewonden dus gevallen door die auto. En 3 mensen daarvan zijn gereanimeerd. En dan ziet dit er ineens weer heel vredig uit. Een contrast met een kleine kilometer verderop. Aan het begin van die oprijlaan. En dat is hier. Behalve de bevestiging dus van het aantal gewonden weten wij nog helemaal niets over wat er nou gebeurd is. Behalve dan wat we natuurlijk zelf met onze eigen camera's hebben gezien en hebben kunnen laten zien, ook daarna nog. Dat die auto dus vanaf die weg die u recht hiervoor ziet is gekomen. Dwars door mensen heen. Op dat moment al beschadigd was. Vooruit was er helemaal ingedeukt en recht op de naald afheen. En één ding weten wij natuurlijk wel zeker, je komt niet zomaar op dat stuk van de weg. Want het is allemaal heel streng beveiligd. Nog steeds dus gewonden op de grond. En in de buurt daar is Menno Rehmeijer. Ja, we staan op het veldje waar het publiek tot enkele momenten geleden nog mocht staan. Dat is nu alweer ontruimd door de politie. Wat we kunnen zien zijn de lakens, de geïmproviseerde lakens eigenlijk, die opgaan om het zicht te ontnemen. Heeft daar staan kijken naar. Ja, en toen? Ja, nou, we kwamen net op tijd aan. Toen kwam dus de koninklijke... We gaan dus de bocht naar rechts nemen. En ze zijn dus net weg, komt er vanaf die kruising een zwarte auto met een flinke vaart. Ja, en die heeft dus die mensen geraakt. Maar ik denk als hij 20 seconden eerder was geweest, had hij dus die bus geraakt. Van de koninklijke familie. Maar ja, wat dus de bedoeling is geweest, weet ik niet. Weet niemand natuurlijk op dit moment. Maar wat het enige wat wij zien is mensen liggen op straat, zwaar gewond. Vreselijk drama. Zwaar gevolgd. Nou, ik ben bang dat er zelfs doden zijn gevallen. Moeilijk te zeggen. Ik heb daar vlakbij gestaan, worden mensen gereanimeerd. Inmiddels, dat zijn de berichten al. Eerste hulp wordt geboden. Helikopters hangen hier in de lucht. Om, het zijn, als ik omhoog kijk, vooral politiehelikopters voor ons nog. Maar ik neem aan dat traumahelikopters ook onderweg zullen zijn hier naartoe. Menno Rehmeijer bij een ooggetuige. Die waren er natuurlijk veel ooggetuigen, want het stond vol van de mensen. De koninklijke familie kwam gewoon daar net aan en iedereen stond te zwaaien. Er komen ook steeds meer ziekenwagens aan.